Goedemorgen, tijd voor koffie. Het is nog steeds niet normaal raar weer in Nederland. Het is op dit moment 26 april. En het sneeuwt. Het sneeuwde net nog iets harder. Maar het sneeuwt buiten. Morgen is Koningsdag en het is echt een ongelooflijk rot weer. Maar ja, spannende dag in het vooruitzicht, want zoals gisteren aangekondigd, ja, denk ik dat het weggaat. Dat heeft tot gevolg dat er wel een opvolger moet komen. Dus daar gaan we vandaag even wat telefoontje voor plegen. Daarnaast moet ik nog op pad voor de koningsrit van morgen. Er moeten nog wat last minute dingen geregeld worden. En er moet ook nog een lunchstop even gefinaliseerd worden. En mogelijk moet zelfs de route nog nagereden worden. Dus een hoop te doen. Naast mijn werk natuurlijk. Spannend. Ik ben weer thuis. Prima dagje gewerkt. Lekker gewerkt. Nu snel door voor de koningsrit. Dat ga ik natuurlijk mogen vloggen. Maar het is misschien wel leuk om vanavond nog even een vlog voor die tijd eruit te sturen. Of anders mogen vroeg op voordat we vertrekken. Voor de thuisblijvers. Want ik ben bang dat er dit jaar nogal wat zullen zijn vanwege het slechte weer. Nu dus even heel snel dit meesterwerk opeten. Lekker. En dan boodschappen doen. Ik zal dit vlog. Gebroeders, ik kom eraan. Dat was een shout-out naar Bas en Frank. Die zie je straks. Op naar Oldenzaal. Ik heb echt het idee dat aan alle laatste moment stress nu echt een einde aan het komen is. En eigenlijk begin ik nu ook wel echt zin te krijgen in de oranje rit. Ik hoop dat meer mensen dat hebben. Ik hoop niet dat iedereen thuis blijft. Ook al zit je vrouw te zeuren dat het beter is om de auto binnen te laten staan. Ook al heb je geen zin. Ook al heb je andere verplichtingen. Kom morgen naar de oranje rit en heb een te gekke dag. Oké, tot zover deze over. Ik ben gearriveerd, jawel. Op naar de gebroeders. Kiels! Hi. Is makkelijk, Frank. Oh, cameraman. Mooi, hè? Hi, Frans. Onze geniale marketinguiting van dit jaar. Waar zijn we stil? Oh ja. Oh. Lachen. Beeld schoon. Waar zijn we? Wauw. Zelden vertoond in dit theater. Stomme tasjes inpakken voor de rally is natuurlijk geen zak aan, maar het uitzicht maakt een hoop goed. Porsche. En een Porsche motor. Boxer 6, zoals het hoort. Dit is bijna klaar. Het duurt dus nog wel even voordat we weg kunnen vanavond, want die Porsche moet ook nog af. Maar ja, wat moet, dat moet. Is die gammel fijn? Is toch een prima plietje?
Bas en Frank zijn nog een beetje camera-schuw. Hé, hey, bakker! Ga jij die dingen even smeren? Nu weer de kantine in. Maar, het moet wel snel de muziek weer uit. Het is allemaal een hydrolytofree natuurlijk. Want er worden met miljoenen van YouTube weer afgepakt. Wat ben je aan het doen, Frank? Tegen mij toch? Wat ben je aan het doen? Mensen worden altijd helemaal moeilijk van als je een camera in je gezicht houdt. Wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen, Frank? Frank, wat ben je aan het doen? Tom, wat ben je aan het doen? Tom. Tom, wat ben je aan het doen? Vlogception. Tom. Tom, wat ben je aan het doen? Tom. Laatste voorbereidingen zijn klaar. Wij zijn klaar voor morgen. Biertje gedronken. En nu? Naar huis. Daar staat al het spul dat nog ingepakt moet worden. Tot morgen, mensen. Bij weer een nieuwe editie van de Koninginnenrit.